Kun je voor mij alsjeblieft een penis tekenen? Mooi, hè? Kan je ook voor mij een clitoris tekenen, alsjeblieft? Oei. Met alles erbij, of niet? Oei, oei, oei. Zoals je ziet, kan iedereen een penis tekenen. Maar een clitoris? Nah, nee, dat is een spin met vier poten. Daarom gaan we naar de Phallus Expo in het Gym in Gent. Let's go! Piemels en vagina's. Marian, waarom houdt een universiteitsmuseum zich daarmee bezig? Omdat piemels en vagina's overal zijn. Maar aan vooral die piemels. Wij wouden gaan onderzoeken waarom dat de vagina en de vulva zo weinig vertegenwoordigd is. En wat zien we hier dan eigenlijk? Dus veel piemels en vulvas. Maar vooral veel vormen die dat suggereren. Dus we willen heel veel in verbeelding overlaten. En we willen het onderzoek, zowel van wetenschappers als kunstenaars, op die piemels en die vagina's en wat daar allemaal ronddraait, dat willen we eigenlijk brengen naar een publiek. Waarom is zo'n expo als deze nodig? Omdat we het bespreekbaar willen maken. En omdat we conversation starters willen geven. En omdat we willen tonen dat er tussen die piemel en die vagina dat er ook heel veel tussen zit, een heel spectrum. Waarbij dat we niet spreken over een normaal, een norm, maar over dat spectrum dat er tussen zit, waar dat iedereen zich in kan vinden. Oké, Marianne, ik heb nog één laatste vraag voor jou. Kan jij voor eens en voor altijd tonen hoe je een clitoris moet tekenen? Ja. Picasso aan het werk, joh. Voilà, happy clit. Zin in een leuke en educatieve date met je lief? Of heb je gewoon al altijd afgevraagd hoe een varkenspiemel eruit ziet? Kom dan naar de Phallus Expo in het Gym in Gent. Nog tot midden april, dus zeker niet treuzelen. Ik vond het wel tof. Allee, ciao!